Leesboeken, speelgoed, servies, jassen, radio's, poppen, overhemden, pannen, zomerjurken, winterlaarzen, deksels, potjes, gezelschapsspelletjes, hand- en theedoeken, romannetjes, kinderboeken, voorraadbussen, schilderijen, gereedschap, land- en vloerkleden. Sinds 2005 kunt u het allemaal verkrijgen bij de jaarlijkse voorjaarsmarkt van de Scouting. Afgelopen zondag was het de 6e editie van die markt. En het Scoutinggebouw was al vanaf 10 uur, de openingstijd, bomvol met kopers en kijkers. En de opbrengst, die gaat natuurlijk naar het goede doel. Onze eigen Moergestelse Scouting. Goedemorgen, mevrouw. Hoe lang bent u al op deze markt? Net. Oh, u bent net aangekomen. Zoekt u hier iets of komt u voor de, ja, gewoon voor de gezelligheid? Eigenlijk een paar boeken. En wat voor boeken precies? Dat maakt me eigenlijk niks uit, als ze maar een beetje spannend zijn. Een beetje een spannend boek. En zijn er verder nog dingen die u graag zou willen hebben? Nee. Ik kan mijn kelder denken dat ik zelf op toe zat. Goedemorgen. Hoe kom je erbij om hier te gaan staan? Ja, ik wou als moeder helpen. Je wou je moeder helpen of moest je je moeder helpen? Nee, dat wil ik. Oké. En staan jullie er elk jaar of is dit de eerste keer? Nee, tot nu toe is het tweede jaar. Oké, voor jou of ook voor je moeder? Voor beide. Zeg, kom er eens bij je. Jullie staan hier als een moeder-dochter activiteit. Doen jullie zo wel vaker markten samen of zo? Ja, zo'n paar keer hebben we het gedaan. Zo'n speelgoedmarkt. Oké, en gaan je dan ook naar de markten in Oosterwijk of de Jaarmarkt? Nee, we blijven gewoon hier bij de Scouting alleen. Goedemorgen, meneer. Klopt de tijd? Oh, daar had ik nog niet eens op gelet op de tijd, maar wat? Ik naar de klok zelf te kijken. Ik dacht, ja, het is wel een mooi klokje. Maar ja, dan denk ik toch eigenlijk eventjes na van, ja, hoe hard heb ik het nodig? Nou, een klok is toch altijd handig als je kunt kijken hoe laat. Klopt, dat is ook zo. Maar ik heb al ook iets anders gekocht en dat is eigenlijk meer een weerstation. Toch niet hoor. Ja, daar ben ik eigenlijk dan net iets blijer mee. Oh, zo'n ding. Ja, dat is natuurlijk ook. Ja, dat was ik eigenlijk al langer ook eigenlijk op zoek in de gewone winkels. En er zit een batterijtje in ook, dus... Hoeveelste keer is het al? De voorjaarsmarkt de 6e keer dit jaar, ja. En waarom doen jullie het dit jaar? Want er zit volgens mij elke keer iets voor jullie zelf aan vast, toch? Ja, meestal is het inderdaad iets dat we in het gebouw gaan veranderen of iets dergelijks. Maar dit jaar is het gewoon eigenlijk voor de algemene reserves aan te pakken. We zijn enkele acties kwijtgeraakt, de tentfeesten en zo, de kaderouders. En nou willen de scoutingleden zelf wat extra verdienen. Vandaar dat die ook allemaal op een aantal aanwezig zijn. Maar dan, je bent dus wel activiteit kwijtgeraakt. Dan moet je natuurlijk wel je best doen om het hier volle bak te krijgen, denk ik. Want je moet dat verlies toch terugwinnen, denk ik. Ja, dat proberen we op deze manier proberen we rechtstreeks de groepskassen voor de vakanties en voor de kampen te spekken, inderdaad. En is het nou lastig om mensen te trekken naar de voorjaarsmarkt? Ja, nou, het is op zich niet lastig. Het probleem is dat je publiciteit wilt maken eigenlijk zonder dat het je geld kost. Want ja, alles wat je daarin steekt, dat kost eigenlijk geld. En dat is zonde, want dan heb je minder opbrengst. Dus we proberen dat nu via internet toch wat extra. En ja, belangrijke mond-op-mond reclame. En natuurlijk MTV is ook een van degenen die voor ons reclame maken.